Beste supporters, uh, dit seizoen opnieuw de introductie van de nieuwe spelers. Uh, vandaag begin ik met uh, Ruud Beumels, nieuwe spits. Ruud, welkom bij de club. Ja, dankjewel. Wat is je eerste indruk van QuickBoys? Uh, nou, heel positief. Uh, iedereen heel vriendelijk. Uh, mooi stadion. Uh, zeker voor, uh, voor de tweede divisie-club, denk ik. En het ja, niveau is ook uh, heel aardig. Dus ik, uh, ik heb heel veel zin in dit seizoen. Uh, Tijdje niet gespeeld. Uh, ben je inmiddels uh, fit? Uh, kan, je, kan je alles meedoen? Uh, nog niet alles. Uh, ik, ik kan nog geen 90 minuten spelen. Dat moeten we langzaam opbouwen. Ik heb natuurlijk in drie jaar tijd uh, misschien drie vier wedstrijden gespeeld. Um, dus voor mij is de voorbereiding de ultieme kans om uh, wedstrijd fit te worden. Dus ik hoop 5 september wel helemaal klaar te zijn voor 90 minuten. Dat wel. Nou, gelukkig hebben we nog een aantal wedstrijden. Dus dat komt goed. Ja, zeker. Ja. Uh, er zijn ook wat uh, vragen binnengekomen via de Instagram. Uh, Sam QBF, uh, wat is je doel dit seizoen? Doel is uh, fit blijven, fit worden. Uh, en ja, natuurlijk goals maken. Ik ben spits. Uh, dus ik, uh, ik ben gehaald voor doelpunten. Uh, dus ik heb een aantal in mijn hoofd. Maar dat ga ik nog niet delen met jullie. Uh, maar ik, uh, ik wil wel goals maken, ja. Zeker. Nou, mooi. Uh, door naar de laatste vraag uh, via de Instagram-account: uh, Gijs uh, van Steen. Uh, hoe was het om bij een profclub te spelen? Je hebt er een aantal gehad, maar hoe was dat? Uh, ja, natuurlijk een droom die uitkomt als kind. Uh, Daar droom je van. Dus het uh, is heel bijzonder. Uh, het is wel zwaar uh, elke dag trainen en vooral de druk van de media en de ploeggenoten uh, met wedstrijden. Vooral spits zijnde, want je moet je presteren, je moet goals maken. En als je niet scoort, ben je vaak de eerste speler die eruit gehaald wordt. Uh, dus ik had soms wel eens moeite met die druk. Maar als ik terugkijk op mijn carrière, ben ik gewoon heel trots. En uh, uh, is het, uh, het mooiste wat ik heb uh, meegemaakt. Ja. Na top, bedankt und ja. Success dazu. Top.